RTL Transportwereld draait om transport en logistiek. En soms verdient dit laatste wat extra aandacht. Zeker als er een groot maatschappelijk doel mee gesteund wordt. Zoals bij zorglogistiek. Een belangrijk deel daarvan bestaat uit zogenaamde retourlogistiek. Het terughalen van goederen om ze daarna opnieuw te distribueren. Jaarlijks worden er voor honderden miljoenen euro's aan medicijnen weggegooid of vernietigd. En dat is zonde, want daar kunnen andere mensen misschien hun voordeel mee doen. Het is slecht voor het milieu, dus er moet een oplossing voor komen. LCB, oftewel Logistic Community Brabant, doet onderzoek samen met de BUAS, Breda University of Applied Sciences. En daar is LCB Zorglogistiek uit voortgekomen. En dat is een uniek project. Nou, wat hier gebeurt, Allard, is we kijken naar de ongebruikte geneesmiddelen van Breda. Wij zamelen hier van 18 apotheken in. Het is wel aan een patiënt meegegeven, maar nooit gebruikt. En eigenlijk nog steeds voor een groot deel goed voor hergebruik. Ons hele traject is gericht op het inzamelen van al die geneesmiddelen. Het beoordelen, het herverpakken en het opnieuw uitgeven. 20% van de jaarlijkse uitgeleverde medicijnen komt ongebruikt terug. Samen met de ongeopende verpakkingen van verbandmaterialen komt dit in Nederland neer op ruim een miljard euro aan goederen die de verbrandingsoven ingaan. Met dit unieke project draagt Logistics Community Brabant bij aan de Green Deal. De Europese afspraak dat in 2050 alles circulair moet zijn. Hergebruik komt eigenlijk niet voor. Hè. Er is ook allerlei wetgeving die het belemmert. Aan de andere kant hebben we te maken met oplopende tekorten in de sector. We hebben ook in Nederland al te maken met oplopende tekorten en wereldwijd zijn de tekorten zelfs enorm. En we denken dat met reverse logistiek, het gebruik maken van retouren, dat we inderdaad een verschil kunnen maken naar andere landen en mensen. Als ik er twee over heb, dan is het makkelijk om ze gewoon in de prullenbak te gooien. Absoluut, dus het moet ook makkelijk zijn om het ergens in te leveren. Absoluut. Nou, we hebben onderzoek gedaan naar wie levert nu precies in. We hebben onderzoek gedaan naar 5 steden in Brabant. Daar bleek dat ongeveer 1/3 van de mensen daadwerkelijk terugbrengt en dus 2/3 niet. Dat is voor ons een reden om te zeggen, nou, eigenlijk willen we met het project willen we 2 dingen doen. We willen dat mensen meer inleveren. Dus die 1/3 willen we verdubbelen naar 2/3. En het tweede aspect van het hele onderzoek is van op het moment dat mensen ingeleverd hebben, kunnen wij nadenken, kunnen we een business case optuigen rondom heruitgifte van geneesmiddelen en andere medische artikelen. En dat doen we dus hier. De kracht van LCB zit hem in de fresh brains. De studenten van LCB spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van verschillende business cases, zoals een marktplaats voor verbandartikelen. 90% van die artikelen kunnen we opnieuw gebruiken. En wij gaan dus een deelmarktplaats bouwen waarbij de zorginstellingen dat bij ons kunnen aanbieden. Wij nemen dat op. En andere zorginstellingen kunnen dan bij ons online kijken wat wij nog op voorraad hebben. En kunnen ze dat bij ons afnemen tegen een gereduceerd tarief. Voorkomen van verspilling is natuurlijk nog beter. Dus ook daar wordt door studenten aan gewerkt. Als ik heel simpel denk, als ik iets niet heb, hoef ik het ook niet weg te gooien. Nee, dat is zeker waar. Dus wij kijken bij de zorgorganisaties zelf om te kijken voor een waste management systeem. Om ervoor te zorgen dat die zorgorganisaties zelf al gaan opletten op verspillingen van THT's, bestelhoeveelheden, gebruikhoeveelheden. En dat gaat niet alleen om medicijnen wat hier liggen, maar ook over verbandmiddelen, pleisters. Eigenlijk van alles wat wij daar proberen te optimaliseren. Er zijn heel weinig mensen die daar mee bezig zijn geweest de afgelopen tijd. Vandaar ook de hoge zorgkosten. Dus dat motiveert mij wel om daarin in te verdiepen. Ja, om daar gewoon een betere wereld van te maken, zeg maar. Zeker als het gaat om de directe gezondheid van mensen, moet veiligheid voorop staan. Alle ingezamelde medicijnen en verbanden worden door vrijwilligers uitgezocht en door apothekers beoordeeld. Daarna worden ze pas verzonden. De ontvangende partij bekijkt de producten opnieuw en kan besluiten om ze in te zetten. Ja. Mooi, hè? Contact met Suriname. Daar hebben ze net de eerste zending ontvangen. Gaaf, hè? Hebben we echt wel een verschil kunnen maken, Pieter? Hebben we al patiënten kunnen redden? Hebben we al mensen kunnen helpen met onze geneesmiddelen? Suriname verkeert in grote financiële problemen. Daardoor ook de zorg. En er is gewoon een enorm tekort aan medicatie op dit moment. Dus ja. Ongetwijfeld hebben we ervoor gezorgd dat mensen weer wat aan medicatie kunnen verkrijgen. En ervoor kunnen zorgen dat we weer vooruit kunnen. Het is zonde dat goede medicijnen vernietigd worden. Dat die weer in het milieu terechtkomen.
Punt 1. Terwijl er aan de andere kant van de oceaan er mensen zijn die heel dringend behoefte hebben aan deze medicijnen. Dus vandaar dat wij ook blij zijn dat we eigenlijk als eerste in contact zijn gekomen met de LCB. En wij hopen echt dat, dat dit gecontinueerd kan gaan worden. En zolang Suriname in deze situatie verkeert, wij echt graag dankbaar gebruik maken van deze gelegenheid. Logistics Community Brabant werkt hard aan de landelijke uitbreiding van het project. Dat is hard nodig. Op het moment dat je het ziet, dan schrik je. En het probleem is inderdaad nog groter dan we dachten. En de noodzaak is ook groter dan we dachten, omdat we ook merken dat er tekort ontstaan in Nederland en ook daarbuiten. Dus het is zeer relevant. En ik denk dat we met z'n allen ook een plicht hebben om dit beter te doen. En het feit dat we op dit moment alles verbranden, zonder dat we echt weten wat er gebeurt, is, vind ik ook wel een iets wat anders zou moeten. Soms heb je van die dagen, dan val je van de ene verbazing in de andere. Maar het mooiste is dat ze hier in Breda, met LCB, met al die studenten, een oplossing aan het vinden zijn voor al die medicijnen die zomaar worden weggegooid.